Cultuur is onmisbaar. Een gemeente met een kwalitatief, breed en aantrekkelijk cultuuraanbod is een fijne plek om te wonen en te leven. Welkom bij deze eerste aflevering van het programma over de opening van het culturele seizoen in Papendrecht. En dan hebben we het over het seizoen 2023-2024. We wonen allemaal heel prettig in Papendrecht. Papendrecht heeft ruim 32.000 inwoners, toch een vrij kleine gemeente. En wat is het eigenlijk een wonder, Peter, dat wij ondanks dat vrij geringe aantal inwoners zoveel cultureel aanbod hebben. En daar zijn we met z'n allen hartstikke blij mee en trots op. En in dit programma gaan wij een paar van deze organisaties over het voetlicht brengen. We gaan vertellen wie ze zijn, wat ze doen en vooral ook, Peter, wat ze in dit seizoen gaan doen. Welke programma-onderdelen hebben we in deze uitzending? Wij hebben bijvoorbeeld onze eigen Papendrechtse bibliotheek. We hebben de Jeugdtheaterschool. We hebben muziekvereniging Excelsior. We hebben het Lichtjesfeest. En we hebben de plek waar we nu zijn, Theater De Willem. Zie het voor je? Een huis van en voor de samenleving. In een typisch dijkdorp langs de Merwede en de Noord. Waar iedereen welkom is en zich thuis voelt. Een plek waar je wil zijn en mag zijn. Waar je elkaar ontmoet, werkt of bijna woont. Waar je aankomt waaien om een krantje te lezen. Waar je leert, studeert, ontwikkelt en nieuwe inzichten opdoet. Waar je met je geliefde trouwt. Waar je met trots de naam van je pasgeboren kind noemt. Waar je mooie reis of bezoekje aan familie over de grens begint. Waar je geholpen wordt als je antwoorden zoekt. Waar je je kinderen laat kennismaken met schatten vol verhalen. Waar je in alle rust een kopje koffie drinkt. Waar je anderen treft en levendige gesprekken voert. Ook met mensen die het net even anders zien. Een huis dat leeft door en voor de samenleving. Waar soms rust heerst en soms reuring is. Waar we samen aan bouwen en waar we trots op zijn. Zie het voor je? Een dijk van een huis. Ons huis. En ik sta hier met Esther de Vries. Welkom, leuk dat je er bent. Jij bent van de Papendrechtse Bibliotheek. Ja, klopt. Waar zitten jullie tegenwoordig? Nou, tegenwoordig zitten we in het gemeentehuis. Nu al bijna een jaar. Sinds december vorig jaar zijn we verhuisd van de Veerweg naar het gemeentehuis. Ja. En bevalt dat? Zeker, heel goed. En wat is jouw functie bij de bibliotheek? Mijn functie is bibliotheekmedewerker en zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, community librarian. Ja. En dat betekent eigenlijk dat je samen met de community, dus met maatschappelijke en culturele organisaties uit Papendrecht, activiteiten organiseert voor alle doelgroepen. Oké, want ik dacht altijd dat de bibliotheek gewoon zo'n plek was waar je boeken kon lenen. Maar Dat is het nog steeds. Ja. Dat is het nog steeds, zeker. Fysieke boeken hebben we zeker nog steeds. Maar daarnaast hebben we nog heel veel andere dingen. Ook een online collectie hebben we tegenwoordig. Ja. Waar je dus luisterboeken en e-books kan lenen. Ja. Maar in de bibliotheek vindt er tegenwoordig ook zoveel plaats aan. Op het gebied van ontmoeting, activiteiten. Zoals? Voor jeugd en ouderen. Bijvoorbeeld hebben we tegenwoordig de Ucky Drive-in. Ja. Dat is een activiteit voor kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Die dus wordt voorgelezen voor ze, muziek gemaakt. Ja. En ze kunnen ook nog creatief bezig zijn. Het is eigenlijk meer een soort van culturele ontmoetingsplaats. Nou, ontmoeting staat zeker centraal tegenwoordig. Ja. Het is een plek waar je ook... We hopen dat mensen naar ons toe komen om ook wat langer te verblijven. Ja. Dus naast dat je thuis bent of op een school of op je werk... kun je ook een tijdje in de bibliotheek zijn om mensen te ontmoeten... om een krantje te lezen, om mee te doen aan een activiteit bijvoorbeeld. Dus een fijne plek voor iedereen eigenlijk. Letterlijk voor iedereen? Voor iedereen, zeker. En moet je dan lid zijn om daar te gaan zitten? Nee. Hoeft niet. Nee, iedereen is welkom.
Als je een boek wil lenen, moet je wel lid zijn inderdaad. Okay. Sowieso is dat voor kinderen tot en met 17 jaar gratis. Ja. Maar je mag ook zonder lidmaatschap gewoon in de bibliotheek een kopje koffie komen drinken en een krantje lezen. Oké, okay. Hey, en die even wat betreft die boeken. Want je had het over online boeken of e-books. Ja. Door die e-books is daardoor de collectie groter geworden? Of niet? Dat durf ik niet zo te zeggen. Het is meer dat er van populaire titels tegenwoordig ook e-books verschijnen. En die kun je dus bij ons, als je lid bent, mag je gratis gebruik maken van de online bibliotheek. En het voordeel is dan dat het nooit al uitgeleend is. Want het is er gewoon. Ja, dat klopt. Dat klopt, ja. En hoeveel van jullie... hoeveel e-books worden er nou gebruikt in verhouding tot gewone papieren boeken? Nou, dat is nog steeds. De fysieke collectie heeft nog steeds wel de overhand daarin. Ja. Ik durf er geen precieze cijfers te noemen. Maar het wordt wel steeds meer. Er wordt steeds meer vraag naar. Mensen vinden het prettig om voor op vakantie bijvoorbeeld. De e-reader neemt toch makkelijker mee dan 10 boeken in de koffer. Maar de aantallen durf ik niet precies aan te geven. Ik verwacht wel dat dat langzaamaan in de loop van de tijd toch wat meer in balans zal komen. Ja. Hey, als ik nou... Ik werk wel eens thuis, hè. Dan zit ik te schrijven of zo. Kan ik dan ook naar de bibliotheek komen en daar gaan zitten werken? Ja, ook dat hebben we. We hebben een aantal ruimtes waar je inderdaad... kan je reserveren bij ons. En daar kan je dus komen werken. Of je kan ook met een groepje vergaderen bij ons. Dus hebben we ruimtes gewoon gratis ter beschikking die op reservering gebruikt. Maar die moet ik wel reserveren? Want liefste wel, ja. Okay. Ja. Want er wordt veel gebruik van gemaakt. Ook door studenten bijvoorbeeld. Ja. Dus dat kan zeker. Hey, wat zijn nou voor jou de grote uitdagingen het komend seizoen, het komend jaar? Nou, we hopen natuurlijk dat het de bibliotheek een plek blijft ook waar veel mensen graag komen en verblijven. Ja. We zien ook graag jeugd bij ons over de vloer. Die zien we wel, maar ook de wat oudere jeugd. Die zouden we wat meer willen zien. De oudere jeugd is dus dan... de middelbare scholieren, bijvoorbeeld. En hoe ga je dat dan doen? Heb je daar plannen voor bedacht? Ja, er wordt wel van alles voor gedaan. We gaan bijvoorbeeld eind van het jaar ook starten met de maakplaats. Maakplaats? De maakplaats, ja. Waar je dus letterlijk dingen kan maken. Dus op het gebied van de techniek bijvoorbeeld. Of dat je zelf bijvoorbeeld leert een robotje programmeren bijvoorbeeld. Of creatief bezig kan zijn. Hm. Dus daar gaan we eind van dit jaar of begin volgend jaar mee starten. Hey, ik heb een confessie te maken. Ik moet je iets opbiechten. Ik liep vanmorgen in mijn werkkamer. Ja. En dan zag ik een boek staan. En er zat zo'n wit bandje op. Zo'n beetje. Dat heb ik opengeslagen. En dat heb ik geleend van de Papendrechtse Bibliotheek. In mei 1980. Ook wel dat zeggen. Even geleden, of niet? Mag ik dat nog terugbrengen? Tuurlijk mag dat. Oh, dat is hartstikke. Maar je mag het ook houden. Mag het ook houden? Ja, okay. Nou, Esther, hartstikke bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. En, succes met en alles. En tot ziens in de Biep. Dankjewel. Lieve spelers, we gaan beginnen. Hey, waar gaan jullie naartoe? We gaan naar een lichttheater van Papendrecht. Kom je even kijken? Ja, natuurlijk. Kom even binnen. Hallo, welkom. Welkom hier bij groep 5. En dit is de jeugdtheaterschool Papendrecht. En wij hebben hier elke dinsdag hebben we les. We hebben nu ook groep 3, 4 in huis en groep 6. En elke dinsdag is het je feest. Maken we theaterlessen. We gaan allerlei dingen uitproberen. Hoe doe je bijvoorbeeld dat je moe bent? Laat maar eens even zien. Hoe ben je moe? Ja, dat ziet er heel goed uit. Of hoe doe je als je heel blij bent? Je hebt iets gewonnen. Ja. Nou, daar gaan we dus allemaal dingen mee oefenen en dat is hartstikke leuk. We hebben hier en daar nog een plekje over. Moet je wel eventjes contact maken met de jeugdtheaterschool De Willem. Daar kan je horen of er nog plekjes vrij zijn. Maar misschien is het ook leuk als jullie even bij juffrouw Samara gaan kijken. Kevin, Jinte, zouden jullie alsjeblieft dat willen laten zien? Je mag niet naar de stipt. Jullie mieren moeten ervoor zorgen dat niet lukt. Goed samenwerken. Dat jullie even kwamen kijken.
bij Safira geweest, bij de dansles? Nee. Nee? Nou, ga daar lekker kijken. Ik ben Safira, de dansjuf, en neem een kijkje in de dansles. En kom te bounce. Goed zo. Dat ging hartstikke goed. Toppie, applaus voor jezelf. Naast mij staat Erik Groeneweg, directeur van Theater De Willem. Maar hij heeft ook bemoeienis met de jeugdtheaterschool. Nou, sterker nog, we hebben hem opgericht ongeveer 10 jaar geleden. En dat was ter vervanging van een andere theaterschool die vroeger op Avenen. Vroeger hadden we jeugdtheaterschool Hofplein uit Rotterdam. Die maakte bij ons prachtige voorstellingen. Alleen die hielden ermee op, omdat het subsidie in Rotterdam steeds kleiner werd. Dus toen viel er ineens een gat en daar zijn wij ingesprongen om de kinderen die toen les hadden van jeugdtheaterschool Hofplein, om die theaterles te kunnen blijven geven. Wat is nou het belang eigenlijk van zo'n theaterschool voor een theater? Ben je publiek aan het kweken? Ben je toekomstige acteurs aan het kweken? Wat is daarvan de doelstelling? Nou ja, natuurlijk wil je dat kinderen kennis krijgen van theater. Want dat is de doelgroep die het lastigste binnenkrijgt. Overigens, deze leeftijd gaat meestal nog wel met papa en mama mee naar een voorstelling. Dus dat is het probleem niet zo. Maar nou ja, je wil wel dat zoveel mogelijk kinderen weten hoe leuk theater is. Maar we hebben als instelling, die gesubsidieerd wordt door de gemeente Papendrecht, natuurlijk ook een paar andere doelstellingen. Zoals dat je wil dat mensen actief deelnemen aan theaterbeleving. En dat doe je onder andere door te spelen. Nou, zie je op het filmpje dat het onderwijs, om het zo maar te noemen, plaatsvond in het sportcentrum, ja. Niet hier. Nee. Wordt deze locatie ook nog gebruikt door de theaterschool? De uitvoeringen zijn altijd hier. We zijn in het sportcentrum gegaan omdat je op een normale lesdag heb je minstens 3 groepen tegelijk. Hè. We hebben 3 juffen, zou ik maar zeggen. Dus 3 lessen tegelijk. Dat kan hier helemaal niet. Het kan er een op het podium, maar dan kan er al niks meer in de zaal of zo. Dus dat moet per se op een andere plek. Maar alle uitvoeringen zijn altijd hier. En ik hoorde in het filmpje dat de middelbare scholieren, die leeftijdscategorie, doen 2 voorstellingen per jaar. Dat is nogal een flinke klus. Ja, dat klopt. Nou moet ik erbij vertellen dat die groep is ontstaan omdat kinderen niet weg wilden. Hè. Je begint in groep 3 en je blijft maar zitten en je blijft maar meedoen. En uiteindelijk kom je dan in de brugklas. En dit hadden we als een soort grens voor onszelf gesteld. Nou, dat wilden ze helemaal niet. Dus nou ja, dan doen we ook een productiegroep. Die leveren prachtige voorstellingen op. Het belangrijkste van die voorstellingen, dat geldt ook voor de anderen, is dat de kinderen grotendeels die voorstellingen zelf maken. Dat was eigenlijk mijn volgende vraag. De volgende vraag was eigenlijk, acteren de leerlingen alleen of verzorgen ze ook de rest van de theatervoorstelling waar veel bij komt kijken, licht, geluid en nog veel meer? Nee, dat gaan we wel ontwikkelen in de toekomst door. Dat de kinderen meer inzicht krijgen van wat er allemaal bij komt kijken achter de schermen. Maar het gaat vooral in het begin over trainen, hè? Dus speelvaardigheden trainen. Vervolgens samenwerken om een voorstelling te maken. Daar kan dans in zitten of beweging of spraak. We proberen steeds minder spraak erin te doen, omdat dat voor veel kinderen toch lastig is. Weet je? Teksten leren, maar ook een grens overstappen om dat te presenteren. Een dansje is makkelijker dan een monoloog, zou ik maar zeggen. Dat blijkt nu maar weer. Dus, ja, dat gaat heel aardig. Dus we proberen heel nadrukkelijk om die kinderen daarin mee te nemen. Het belangrijkste is dat je leert om samen iets te maken waar je ook samen verantwoordelijk voor bent. Hè? Want als 1 kind verzaakt, dan heeft de hele voorstelling daar last van. En uiteindelijk dat het hartstikke leuk is om dan die voorstelling te spelen. Is er veel belangstelling voor de theaterschool? Ja, er is hartstikke veel belangstelling voor. We hebben, zoals je hoorde, een aantal groepen opgedeeld in de groepen van de basisschool. We zitten nu, ik zal niet zeggen helemaal vol, maar wel goed vol. Niet helemaal vol. Kijk, nee. Dat vind ik het belangrijke. Ja. Want dan kunnen we het erover hebben hoe men zich eventueel nog zou aanmelden. Kunnen aanmelden, zelfs nu nog, ja. Nu het seizoen op punt van beginnen staat. De eerste les is inmiddels geweest. Maar wij laten tot de herfstvakantie nog kinderen toe, omdat na de herfstvakantie, dan gaan ze serieus aan voorstellingen werken. En als je dan instroomt, ja, dan wordt het ingewikkeld. We willen nadrukkelijk dat alle kinderen een rol hebben in het stuk. En als je te laat binnenkomt, ja, dan ben je toch weer de derde boom van achteren, zoals dat vroeger altijd ging. Dus dat willen we niet. Tot de herfstvakantie kun je nog aanmelden. En dat kan in eerste instantie door een keer te komen kijken bij een les. En vervolgens je in te schrijven. En alle informatie daarover staat op de website van Theater De Willem. Dus
via Theater de Willem is er meer informatie te verkrijgen over de Jeugd Theatershow. En de website van Theater de Willem is sowieso het bezoeken waard. En dan komen we op een ander onderwerp en daar gaan we het later in deze uitzending nog over hebben. Voorlopig voor dit moment, Erik, bedankt. Graag gedaan. En ik sta hier met Mark Vonk van muziekvereniging Excelsior. Hallo Mark, leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. Hey, ik zat te lezen in die nieuwe cultuurgids. Dat weten misschien onze kijkers niet. Maar de Willem brengt natuurlijk elk jaar een brochure uit met hun theaterprogramma. Maar als je hem omdraait en zo naar kijkt, dan is het Papendrechts magazine over kunst en cultuur. En er stond ook een verhaal in over muziekvereniging Excelsior. Ja, dat klopt. En onder andere las ik dat jullie een soort van fusie aangegaan zijn. Hoe zit dat precies? Ja, ja, nou, dat is wel een heel leuk verhaal. We hebben een koor. Voorheen heette zij de Smarties en zij repeteerden in ons gebouw. En op een gegeven moment kwamen zij zonder dirigent te zitten. Yeah. En dreigden zij uit elkaar te vallen. En dat is natuurlijk super zonde, want natuurlijk een hele groep mensen die samen een hele mooie hobby hebben. En dat zou dan in één keer stoppen. En een van onze bestuursleden, die ving dat op. Die ging eens polsen en heeft gezegd, joh, zouden jullie niet onderdeel van ons willen worden? En dan gaan wij kijken hoe we dat toch weer voor elkaar kunnen krijgen met een dirigent en noem maar op. Ja. Nou, dat hebben ze even moeten laten indalen. Maar uiteindelijk waren ze hartstikke enthousiast en hebben we er nu een koor bij. Ja, dat is fantastisch. En moest je toen ook een nieuwe naam verzinnen? Ja, nou ja, de naam van het koor, dat was nog wel een uitdaging. We hebben heel veel opties langs laten komen. Ja, en uiteindelijk dachten we, ja, onze naamgeving, daar zijn we nooit zo goed in geweest. Ons grote orkest noemen wij het Groot Orkest. Het leerlingorkest noemen we dan maar het klein orkest. Het gebouw waarin we repeteren noemen we het gebouw. Dus ja, het koor, ja, dat kon eigenlijk maar één naam krijgen uiteindelijk. Oh, het koor. Ja. Ja. Waarom zou je moeilijk doen, hè? Ja, je hebt ook de band. Juist, ja. Daarom. Ja. Daarom, ja. Hey, jullie hebben een, las ik ook, een waarderingsprijs gewonnen. Dat klinkt heel aanlokkelijk. Ja, nou ja, daar zijn we ook wel heel trots op. We hebben, toen we 100 jaar bestonden, 2020 was dat, hebben we ter ere van dat 100 jaar bestaan een stuk laten componeren Dijkwerken. En ja. Nou, de componist van het stuk, Peter Habraak, is door Papendrecht heen gegaan. Eigenlijk alle bijzondere stukjes bekeken en heeft zich daardoor laten inspireren. En daar is uiteindelijk het stuk Dijkwerk uitgekomen. Nou, en dat hebben we dat is voor ons voorgedragen voor die waarderingsprijs. Ja. In de vorm van als ambassadeurschap van Papendrecht. En ook met als doel om de geldprijs die behoort bij die prijs, om die te gebruiken, om te investeren, om daar ook een professionele beelden onder te zetten en er eigenlijk een soort clip van te maken als promotie. Okay, dus je maakt eerst die productie en dan krijg je die waarderingsprijs en dan kun je hem, zeg maar, nog meer in de vaardevolkeren brengen. Precies. Door er een film van te maken. Ja, we hebben hem goed op audio kunnen opnemen op die manier in de studio en daar een mooie video bij kunnen maken. Goed, mooi. Hey, en wat voor concerten hebben jullie nou op het programma voor het komend seizoen? Genoeg, sowieso. Ja. Nee, we hebben eigenlijk het eerste wat nu op het programma staat, dat is 4 november, hier in dit mooie theater. Dat is een verenigingsconcert. En dat doen eigenlijk een nieuw concept, want dat hebben we nog niet op die manier hier in het theater gedaan. Maar alle onderdelen van Excelsior doen mee, behalve het groot orkest. Dus inclusief het koor?
Inclusief het koor, ja. Inclusief, want we hebben sinds kort er ook een kopergroep bij. Echt koper heten zij. Een saxofoonorkest, een leerlingorkest. En met dat leerlingorkest gaan we wat bijzonders doen. Want daar gaan we een regioorkest van maken. Dus we willen ook leerlingen uit de regio daarbij aan laten sluiten. Bij dat orkest, want uiteindelijk muziek maken is leuk. Maar als je dat samen kan doen, dan is dat nog veel leuker. En we hebben daarbij ook twee artiesten. Het muzikale duo Raak. Dat, een komisch muzikaal duo. Ja. Een verschrikkelijk goede vibrafonist. En een komische acteur. En dat duo, dat is... dat moet je gewoon komen zien. Komen kijken. En dat is op? Dat is op 4 november. 4 november hier in hier de Willem. Hier in de Willem, juist. Hey, en verder nog andere concerten in de planning? Ja, dan gaan we naar december. Dan hebben we ons kerstconcert. We hebben vorig jaar voor het eerst, we hebben vaker kerstconcerten gedaan, vaak in de kerk. En dat was een wat traditioneler kerstconcert. Vorig jaar voor het eerst hier in de Willem. Waarbij we wat van dat traditionele thema zijn afgestapt. En meer ook wat populaire kerstliedjes. Afgewisseld met juist hele klassieke kerstliedjes. En daar veel meer een show van gemaakt. En dat concept dat sloeg heel goed aan. Dus dat doen we nog een keer. Maar dan met andere artiesten. En andere muziek uiteraard. Dan is het al bijna nieuwjaar. En dan is het natuurlijk ons traditionele nieuwjaarsconcert. Traditionele nieuwjaarsconcert? Ja. Maar, en was er nou, las ik nou ook iets over een buitenlandse trip? Ja, ik zou het bijna vergeten, maar dat klopt, ja. Ja, dat, we hebben op 13 december, of ik moet het goed zeggen, ik heb er heel hard op geoefend. 15 december hebben wij ons kerstconcert en dat is op een vrijdag. En dat, normaal gesproken was dat altijd op de zaterdag. Nu doen we dat op vrijdag, want op zaterdag en zondag zitten wij in Frankrijk. En dan gaan we op twee plaatsen nog een keer dat concert doen. En dan is het dan de bedoeling dat het publiek meereist daarheen? Of gewoon, of ga je... Nou, dat mag zeker. Ja. En, ja, of ga je gewoon Frans publiek? We gaan. We hebben toevallig afgelopen donderdag gehoord dat het erg goed loopt al met de kaartverkoop in Frankrijk. Dus dat wordt Guus Meeuwis en Joep van het Hek, die gaan toch ook naar Parijs? En dan geven ze daar een voorstel. Ja, en New York ook. Ja, daar moeten we nog een beetje voor doorsparen. Maar nou ja, wie weet. Wat niet is, kan nog komen. Daarom. Mark, dankjewel en heel veel succes met Excelsior het komend seizoen. Dankjewel. Schijnen. Laat je licht maar schijnen. In de duisternis. In de duisternis. Laat je licht maar schijnen. Laat je licht maar schijnen. Waar geen licht meer is. Jeroen Koudstaal staat naast mij. En hij is hier namens het Lichtjesfeest. En het zou zomaar kunnen zijn dat er onder onze kijkers vanavond toch nog een paar mensen zijn die denken Lichtjesfeest... Wat is dat? Nou, we hebben net een stukje van de film gezien, maar misschien kun je er nog iets op toelichten. Ja, nou het Lichtjesfeest heeft als doel om het echte kerstverhaal te vertellen. In de wereld is kerst altijd een groot feest. Je vraagt je dan af, waar komt kerst eigenlijk vandaan? En wij proberen met het Lichtjesfeest het echte kerstverhaal te vertellen. En het gaat over de geboorte van Jezus Christus, hoe dat verhaal gaat. En als Lichtjesfeest proberen we dat eigenlijk via een wandeling door het dorp... Via allerlei tafereeltjes, korte verhaaltjes, optredens van koren... toe te lichten hoe dat eigenlijk allemaal gegaan is. Het Lichtjesfeest is een product van een aantal Papendrechtse kerken. Ja. Het heeft duidelijk een religieuze inslag. Zeker. Dat heb je net eigenlijk al gezegd. Ja. Is het te veel gevraagd om te vertellen welke kerken er precies aan meedoen? Ja, er zijn veel kerken in Papendrecht en daar doen er ook heel veel aan mee. En daar zijn we ook erg blij mee dat we op die manier als kerken met elkaar... kunnen samenwerken rondom dit belangrijke feest. Dat is eigenlijk het hoogtepunt voor de kerken van het kerkelijk jaar. Dus kerken als de Bethlehemkerk, de Agape Gemeente, de Schuilplaats, de Sionskerk, de Grote Kerk. Het wordt ook ondersteund door de katholieke parochie. Dus echt, ik ben ongetwijfeld de Baptistengemeente doet ook mee.
Ongetwijfeld ben ik nog 1 of 2 kerken vergeten. Maar het wordt breed gedragen onder de kerk in Papendrecht. Nou ben ik geen groot kenner van het religieuze leven in Papendrecht. Aha. Maar ik vermoed dat de samenwerking tussen kerken zoals deze... met zelfs een katholieke kerk ertussen... best wel uniek genoemd mag worden. Of ga ik dan te ver? Nou, ik denk dat we in Papendrecht echt wel een traditie hebben... als kerk om met elkaar op te trekken. He, dus er zijn ook allerlei structuren om met elkaar in gesprek te zijn... met elkaar op te trekken. Dus wat dat betreft ben ik echt wel heel positief over hoe Papendrecht dat doet. Dus echt wel... een dorp waar de kerken echt naar elkaar omzien, met elkaar samenwerken. En vooral ook de verbanden met elkaar zoeken. Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen. En het is ook heel fijn om op die manier samen te werken met elkaar. En ik denk dat dat ook iets zegt over het klimaat in Papendrecht. Echt met elkaar optrekken. Nou is Kerstmis natuurlijk een typisch christelijk feest. Ja. Wordt er ook gezocht naar samenwerking met andere religies? Nou, binnen het lichtjesfeest is echt nadrukkelijk de aandacht op gericht op de geboorte van Jezus Christus. Het is wat dat betreft nadrukkelijk een christelijk feest. Daarnaast, als kerken zoeken we nadrukkelijk ook wel verbanden met andere kerken. Dus we respecteren voluit andere religies. We gaan daar ook goed mee om. Als lichtjesfeest zijn we nadrukkelijk wel echt een christelijk feest. Dan gaf het filmpje natuurlijk al een beetje een beeld van hoe het toegaat op het kerstfeest. Sorry, het lichtjesfeest moet ik het noemen. Ja. Mensen lopen rond, veel kinderen zijn er. Ja. Het is aan het begin van de avond, hè, midden december. Het is dus al hartstikke donker. Ja. Dat wordt natuurlijk extra feestelijk als kinderen een lampion bij zich hebben. Nou, dat is zeker waar. Dit jaar is het lichtjesfeest op 15 december. Dat is 1 avond. En dat begint om 6 uur 's avonds op de markt. Midden in het hart van Papendrecht. En zoals je al zei, lichtjes zijn ontzettend belangrijk in het lichtjesfeest. En dat licht verwijst naar de geboorte van Jezus Christus. Dus dat is het symbool erachter. En alle kinderen krijgen een lampion of een lichtje uitgereikt. Dus als je dat ook ziet gebeuren voor je, dat dan de wandeling door het dorp begint... hebben ook alle kinderen lichtjes bij zich en oudere mensen ook. Hun ouders en alle mensen die erbij zijn. En dan zie je een soort lichtslied door het dorp gaan... De straten zijn versierd, er zijn mensen die hun huizen verlicht hebben. Onderweg heb je tafereeltjes, optredens. Ja, dus het is echt wel een feest waar het licht centraal staat, gericht op de geboorte van Jezus. En hoe weten mensen hoe de route loopt? Of kan iedereen zomaar wat doen? Je gaat maar heen waar je wil. Ja, nou, we publiceren de route zoveel mogelijk via social media. We flyeren op de scholen. Dus heel veel kinderen van de lagere scholen hebben de route gewoon via de school gekregen. Of krijgen die via de school. Daarnaast is het ook zo dat het eigenlijk kan het niet misgaan. Als je op de grote markt begint als organisatie, helpen we de aanwezigen de goede kant op. En dan loopt eigenlijk iedereen achter elkaar aan. Ik heb nog heel duidelijk een beeld voor me van vorig jaar. Op die vrijdag, het was echt hartstikke druk. De sfeer was echt gemoedelijk. Mensen druppelden binnen, begonnen de route te lopen. Andere mensen liepen erachteraan. Dus dat liep allemaal heel ordentelijk en dat was echt een prachtig gezicht om te zien. Nou was het vorig jaar mooi weer, ik bedoel droog. Ja. Wat doen we als het met pijpenstellen naar beneden komt? Ja, ik denk dat we tot nu toe is het ons altijd gelukt om het elk jaar te organiseren. Als er echt omstandigheden zijn dat het niet verantwoord zou zijn, ja, dan moeten we natuurlijk nagaan denken wat we dan doen. Maar daar hebben we natuurlijk ook wel plannen voor om erover na te denken van ja, wat moeten we dan doen mocht het echt niet door kunnen gaan omdat de weersomstandigheden zo slecht zouden zijn. Maar we hopen echt dat het net als alle andere jaren gewoon door kan gaan. Nog even voor alle duidelijkheid. Wanneer is het lichtjesfeest? Het is op 15 december. We starten op de Grote Markt om 6 uur 's avonds. De tocht zelf begint om 6:30. De kinderen krijgen een lichtje uitgereikt. De route spreekt op zich voor zich. Het wordt een avond waarbij hopelijk mensen kunnen genieten van het onderweg zijn met elkaar. Iets meekrijgen van het verhaal van de geboorte van Jezus Christus. Maar ook... U had hiervoor ook Excelsior te gast. En ja, die doen bijvoorbeeld ook mee. Dus het is ook wel een avond waarbij diverse culturele organisaties uit Papendrecht zelf ook meedoen. Dus is ook wat dat betreft ook wel voor en door Papendrechters. Nog één klein dingetje. Moet je je van tevoren aanmelden? Nee, aanmelders niet nodig. Iedereen is van harte welkom, jong, oud, waar je ook vandaan komt. Rolstoelen, daar houden we ook rekening mee dat dat mogelijk is. Dus wat dat betreft is er geen enkele drempel, letterlijk en figuurlijk, om mee te doen. En we vinden het heel fijn als er zoveel mogelijk mensen meedoen. En vorig jaar, de sfeer was echt heel gemoedelijk. Het was echt heel druk. Mensen moesten soms wachten. Maar het viel mij op hoe gemoedelijk de sfeer was. Mensen raakten met elkaar in gesprek. Moesten in de rij wachten. Aan het eind krijg je chocolademelk.
Mensen stonden daar geduldig te wachten. Dus ja, de sfeer was echt fantastisch. Dus ja, we zien ook weer uit naar een mooie event op 15 december. Het is dus niet alleen een religieus festijn, maar ook een sociaal festijn. Ja, het is zonder meer een sociaal festijn. Om diverse redenen. Er doen allerlei verenigingen en clubs mee uit Papendrecht. Dus het is voor en door Papendrechters. Iedereen is van harte welkom. Het is voor iedereen toegankelijk. Of je nou mobiel bent of niet. Er wordt rekening gehouden met mensen die in de rolstoel zitten. Jong en oud genieten ervan. En wat ik ook gemerkt heb vorig jaar, is dat ook als het druk is, moeten soms mensen even wachten voordat ze door kunnen lopen. En dat gebeurt allemaal in een bijzonder goede sfeer. Mensen raken met elkaar in gesprek. Dus wat mij echt opviel vorig jaar was de gemoedelijke sfeer. De gesprekken die er plaatsvonden. Dus wat dat betreft echt een prachtige, prachtige avond. Jeroen Koudstaal, namens het Lichtvisfeest bedankt voor deze toelichting. En natuurlijk heel veel succes. Bedankt. Ik altijd zo gewoon. Ik wist niet hoe bijzonder het was toen alles nog kon. Maar het is nu haast voorbij. Ik heb je zo gemist. Als wij weer samen zijn, dan weet ik dat gewoon bijzonder. Ik sta hier met Erik Groeneweg, hey. Directeur van Theater de Willem, de plek waar we nu zijn. Erik, ik keek net even naar dat filmpje met die lege zaal en die treurige tekst. Dat was die coronatijd die we al bijna vergeten zijn eigenlijk, of niet? Ja, gelukkig zijn we bijna vergeten. Wij ook, maar het was natuurlijk wel vrij pittig. Ja. En dat filmpje was een soort opsteker uit die tijd. Ja. Wel een mooi filmpje geworden, maar gelukkig zitten de zalen weer een stuk voller dan... Dat wou ik vragen. Ja. Is dat weer aangetrokken op het oude niveau, of niet? Bijna. Je merkt wel dat mensen even wat koud watervrees moesten overwinnen. En dat heeft ons vorig seizoen nog wel wat lege plekken opgeleverd. Maar intussen zijn mensen weer terug. Gelukkig. Dus ja, gelukkig wel. Ja. Gelukkig. Want life is leuker. Life is veel leuker. Was wel een mooie slogan die in dat filmpje zat. Life is leuker. Ja, absoluut. Ga ik onthouden. Hey, en nou heb ik hier de brochure van Theater de Willem voor me. En die hadden jullie elk jaar, dus dat is niks nieuws. Nee. Maar wat wel nieuw is, is als ik hem omdraai, heb ik het Papendrechts magazine over kunst en cultuur. Ja, dat... Hoe zit dat? Moest dat van de gemeente? Nee, dat magazine is op zich niet nieuw. De gemeente heeft het zelf 4 keer uitgebracht. Okay. In de coronatijd, hè, want daar ging het in feite over. Alle verenigingen en instellingen hadden in die tijd moeite om hun publiek terug te krijgen. Zorgen over, kunnen we nog wel betalen? Komen mensen wel terug? Wat gaat dat doen met ons ledenbestand bijvoorbeeld? Dus dat magazine is 4 keer uitgebracht door de gemeente om culturele instellingen een beetje te helpen daarmee. En vervolgens zei de gemeente, ja, eigenlijk is dat niet onze taak. En toen hebben wij gezegd, nou, wij brengen toch een boek uit. Laat ons dat dan doen. Dus zo is het gekomen. En ik vind het heel fijn dat we aan ons aanbod, wat wel een van de, zonder heel hard op te scheppen, een van de belangrijkste cultuurdingen van het jaar is, om daar het aanbod van iedereen aan te verbinden. Weet je wel? Dat je die combinatie krijgt. Hartstikke goed. Ja. Heel praktisch ook. Efficiënt. Nou, weet je, een soort jaaragenda voor je. Als ik nou naar dit programma kijk van jullie, wat is dan de nieuwe trend? Ja. Of is het gewoon hetzelfde als anders? Nou, het aanbod, dat is een typisch Nederlands ding, verandert heel langzaam. Wij zijn op dit moment nog steeds in de greep van tribute bands. Dus je ziet dat het aanbod heel langzaam verandert in dat opzicht. Er zijn nog steeds heel veel tribute bands. Simon & Garfunkel, Dire Straits. Ja, man, hou op. Dat zijn allemaal hele mooie voorstellingen. Hè. Daar is niks mis mee. Ik dacht heel even dat Dire Straits zelf zou komen. Ja, nee, er is onlangs weer een overleden. Dus dat wordt steeds pittiger. Dat is met de meeste van die tribute acts natuurlijk wel Pink zo. Floyd. En het opvallende is dat een aantal van die bands zijn ook aanmerkelijk
beter dan de band die ze proberen te evenaren. Oh, dus dat is wel weer een reden om te komen. Dat is wel weer fijn, ja, zeker. Ja. Dark Side of the Moon, zag ik. Van ja, prachtig. Ja. Nou, dat is een geweldige voorstelling. Dus dat is wel echt een trend die maar niet weg wil. En verder zijn we zelf heel erg bezig om... door de corona zijn we natuurlijk een paar jaar dicht geweest. Daarin hebben we de aansluiting met nieuw cabaret een beetje gemist. Want ja, daar was gewoon geen speelplek. Dus we zijn een inhaalslag aan het doen om nieuwe cabaretiers weer een plek in... Veel nieuwe mensen. Ja, dat is expres. Lotte Velvet. Lotte Velvet, Casper van der Laan, Tjum Aerts, Chris Verlaan. Nou, dat is een eindeloze lijst mensen die we... Ik zag ook een aantal grote namen. Ik zag Tineke Schouten, zeker, Paul de Leeuw. Ja. Wat is nou... wat vind jij nou de leukste kleine naam? De kleine voorstelling die je... Dan moet je kiezen. Nou ja, weet je, uit al je kinderen moet je er één selecteren. Dat vind ik super pittig. Ik vind het zelf heel leuk. We hebben een hele mooie voorstelling. Dat is wel een tribute, maar wel een bijzondere. Van Steely Dan muziek. Steely Dan band uit de jaren 70. En Mike Baudet doet daarin mee. Dat is natuurlijk wel een briljante pianist. Dat is een hele goede band. Die is pas in mei. Maar dat is echt een hele mooie voorstelling. En wat ik ook leuk vind, in oktober hebben we Chris Schrem. En Chris Schrem was de zanger van Het Groot Niet te Vermijden. Die zijn natuurlijk gestopt. Ja. En hij heeft een heel leuk programma in zijn eentje waar die heel mooie muziek maakt. En dat is erg leuk om te doen. En leuk om te zien. Dus dat vinden we fijn. En ik vind het heel fijn, Marjolein Meijers doet bij ons een Jan Rot programma. Liedjes van Jan Rot. En dat vind ik super dat ze dat ook bij ons speelt. Ja. Hey, en wat is nou, wat het theater in Papendrecht betreft... Wat is nou nog jouw grootste wens, jouw harte wens? Weet je, er zijn natuurlijk ontwikkelingen gaande over die school die om het theater heen zit, die moet verbouwd. Mijn grootste wens is dat daar een foyer voor ons bij komt. Dat daar in die verbouwing plaats komt voor een foyer voor het theater. Nou, apart of een echte foyer. Ja, weet je, kijk, wij doen... Want je deelt die nu met de school. We delen dit nu met de school. Ja. En dat is op zich prima. Die foyer ziet er best gezellig uit en mensen komen graag. Maar overdag kan ik helemaal niks. En wij moeten dit mooie aanbod eigenlijk terugverdienen met commerciëlere dingen. Met zaalverhuur, met bedrijven, met beurzen, met dat soort dingen. En dat gaat nu niet. Dus ik heb eigenlijk een eigen foyer nodig om dat soort geld te verdienen. Zodat het aanbod gewaarborgd blijft, veilig blijft. Dus mijn grootste wens zou zijn een eigen foyer. Ik hoop dat de gemeente Papendrecht hierna luistert. Erik, ik dank je wel voor het gesprek. Tot de volgende keer. Veel succes. Oké, dank je. Ik sta hier met Marjolein Meijers en Jacob Klaassen. En Marjolein kennen wij van de Berinis van heel lang geleden. Toen speelde je ook al contrabas. En zong je ook Nederlandstalige liedjes. Zeker. Ja, en we kennen je ook als solo-artiesten. Maar we kennen je ook van jouw samenwerking met Jan Rot. Ja, 20 jaar. 20 jaar? Ja. En Jan Rot is ons ontvallen. Niet zo heel lang geleden, helaas. Maar hij heeft, voordat hij doodging, heeft hij jou iets gevraagd. Ja, Jan die ging, we reden een keer samen terug, vanuit Amsterdam heen en terug. En toen zei hij tegen mij, je moet wel wat gaan doen met mijn liedjes nog. Je moet het niet zomaar laten liggen hoor. Maak een programma daarover of daarmee. En toen zei ik, ja, ik heb ook mijn eigen dingen te doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, het is eigenlijk ook wel waar. Dat moet ik ook maar gewoon doen. Dus dat zijn wij gaan doen. En dan wordt het een rotavond. Of een rotmiddag. Ja, oh, je doet ook 's middags. Ja, ja. En het heet Vrienden van Jan hebben een rotmiddag of avond. En Vrienden van Jan, dus Jacob speelde al 20 jaar met Jan samen. Ja. Toen ik Jan leerde kennen, dus kent Jan al 40 jaar. Zo. En het eerste lied wat wij nu even gaan spelen voor jullie, was het eerste lied waar Jacob en ik elkaar leerden kennen in de studio. We hadden een cd-opname. Okay. En het was het eerste lied wat ik samen zong met Jan. Weet je wat, we doen eerst dat liedje en dan praten we zo meteen door over het programma. Dat is goed. Dat is goed. Doen we. Hartzeer, hartleed, hartdood. Wie weet hoe dit hart. Duisterende pijn, liefde is zo breed als.
als iets wreed kan zijn, haar ziel. Sylvia wil niet, ze wil denk ik niet aan de lijn. Sylvia's moeder zegt, Sylvia's dapper, ze bijt zich vanzelf door de pijn. Sylvia's moeder zegt, Sylvia's happy, dus doe haar een lol en verdwijn. Goed, meldt het tel voor dames schel, is €0,80. Doe mevrouw Eversen, geef even Sylvia heus, ik doe het wel snel. Sylvia's koffers staan klaar, ze vertrekt hier vandaag. Sylvia's moeder zegt, Sylvie gaat trouwen, een tandarts van buiten Den Haag. Sylvia's moeder zegt, hoort ze u praten, dan is het de vraag of ze gaat. En u belt te goed, meldt de tel voor dame fel, is €0,50. Doe mevrouw Eversen, geef even Sylvia heus. Doe mevrouw Eversen, ik bel alleen maar vaarwel. Sylvia's moeder zegt, Sylvia haast je, straks rijden de treinen niet meer. Sylvia's moeder zegt, ik bel een taxi, want Sil, het is beestachtig weer. Sylvia's moeder zegt, ik ga u hangen en bel maar niet meer dus meneer. En u belt te goed, belt de tel voor dames schel.
is 0 euro 20. Mevrouw Eversen, geef even Sylvia heus. Ik doe het wel snel. Mevrouw Eversen, ik zeg alleen maar vaarwel. Zeg haar vaarwel. Doe zeg haar vaarwel. Marjolein, ik hoorde Sylvia's mother van ja. De Dr. Hook en de Medicine Show, ja. Uit mijn jeugd. Leuk. Ja. Mooi nummer, hè? Ja, prachtig. Jan ja. heeft zulke mooie nummers vertaald. En dat ja. is, het is zo zonde om die te laten liggen. Dus daarom dacht ik toen Jan het vroeg... Ja, ik ga het wel doen. Ik ga wel, nu al, ook al is het kort geleden dat hij is overleden... toch een programma maken met zijn muziek. En dat heet Vrienden van Jan hebben een rotmiddag of rotavond. Is maar net wanneer we het spelen. Mm-hmm. En we hebben een vaste band, Jacob, die dus al... Nou, Jan al meer dan 40 jaar kent en met hem van alles heeft gedaan. Plaatopnames, optredens, van alles. Ik 20 jaar en mijn vaste muzikanten Walter Kuipers en Onno Kuipers. Die hebben ook een aantal programma's meegedaan. Met Palingwissers en een kerstprogramma en een countryprogramma. En we hebben dan ook nog in ons programma af en toe een gast. En zoals? Dat, ja, Bill van Dijk heeft meegedaan, ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, die komt er af en toe bij. En ook Jan van der Meijden was vroeger een vaste gitarist. Ons. Misschien gaat Marcel de Groot nog wel eens een keer meedoen. Enfin, we hebben af en toe een gast. En het bijzondere van dit programma, vind ik, is dat ook het publiek een grote rol heeft. Want minstens 1/3 van alle liedjes die we doen, mag het publiek meezingen. Dan hebben we een projectie met doen ze dat? De teksten... Onmiddellijk. Ze doen het om, want het zijn allemaal herkenbare liedjes. En noem eens een paar van die herkenbare. Jong tot je dood. Bijvoorbeeld Born to be Wild. Of Hij is te zeilen. Bijvoorbeeld. Of Ankie. Ankie. Oh, en projecteer je die teksten in de Nederlandse tekst? En die teksten worden geprojecteerd. Ja. 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 Spiegelei. Wij gaan schijnen om een spiegelei. Spiegelei. Omdat ik iets van de... Ja, ja. Die ringt geen bel. Yesterday. Oh, spiegel. Oh. Nou ja, en zo. Maar zo zijn er een aantal hele leuke liedjes die het publiek mag meezingen. En dat vindt het publiek ook enige. Doen ze ook. En dat is op 23 november in Theater de Willem. Doen wij het hier in het Theater de Willem. En ja, dan moeten we maar zien of we dan een speciale gast bij ons hebben. Dat is de verrassing. Oh, dat is dan elke keer een verrassing. Maar zonder speciale gast is het minstens zo mooi. Hey, en mag ik even één persoonlijke noot. Wat is nou jouw favoriete Jan Rot vertaling? Nou, dat vind ik eigenlijk bijna niet te zeggen. Ik vind voor mezelf, sterren in de nacht, drank en vrienden meegebracht. Dat is het lied. Dat Green, ja, en dat heeft Jan vertaald naar aanleiding van de moord op Theo van Gogh. Oh. Natuurlijk Vincent van Gogh, Theo van Gogh, ook familie was. Dat vind ik een ongelooflijk mooie vertaling, maar... Joh, weet je, we hebben vandaag gerepeteerd en dan kwam er weer een lied voorbij, Ogenbliksem. Verdoofd kon ik nog horen. Het zijn allemaal klassieke nummers ook. Het is allemaal mooi. We kijken er naar uit. 23 november, Theater de Willem, Papendrecht, Marjolein Meijers, Jacob Klaassen en vrienden. Hans, nou vraag ik het nog één keer. Hoe werkt dit ding? Ja, Peter, ik ben er ook al een tijdje mee bezig geweest. Ik zie hier je voorkant. En lieve mensen, dat is een hele mooie voorkant... Dat is, namelijk het programma van Theater de Willem. Maar wat is dan dit? Maar wat is dan dit? Dan moet ik omdraaien. Ik ga elke keer mis. Staat Papendrecht Magazine over kunst en cultuur. Okay, ik laat het van tekenen en talen tot dans en theater. En eigenlijk is dit waar wij het over hebben. Want dit geeft een overzicht van het culturele aanbod in Papendrecht in dit seizoen. En als Papendrecht is nou... dit ding willen hebben, waar vinden ze hem dan? Nou, in ieder geval kun je het halen bij de ticketshop van Theater de Willem. Oké. Volgens mij liggen er ook exemplaren in die bibliotheek. Daar ben je trouwens al in het gemeentehuis, want daar ligt het denk ik ook bij de balie. En voor het overige, kijk je maar hoe je het doet. Goed. Ik denk dat heel belangrijk is voor onze kijkers. Het is heel belangrijk. En nogmaals, wij kunnen in een uurtje als dit natuurlijk lang niet alles vertellen. Daarom komen nog twee afleveringen. Dat wou ik zeggen. Maar zelfs dan hebben we nog niet alles verteld. En alle details, die staan hierin. En voor nu, dank u wel voor het kijken. En tot de volgende keer.